Hey, Bart Falken hier, hier van magietsmedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video heb jij van alles in je document gezet. Ha, lukt het niet om iets te selecteren? Je klikt en dan gaat er iets anders geselecteerd worden. Ah, opgelost. Check het selectie-deelvenster. Check de hele training op magietsmedia.nl slash Word. selectie deelvenster is echt iets super handigs. Zit gewoon in een Word-document. Ik heb hier een aantal plaatjes in staan en ik wil dat die pijltjes blijven staan. Dus ik heb hier een groep van gemaakt. Check vooral de vorige video over hoe je dat doet. Je maakt een groepje. Je selecteert ze gewoon. Voor mijn deling kan je hier op groeperen klikken en dan maak je dus daar een groep van. Ik heb hier een los plaatje en hier een los plaatje. Nou, als je deze achtergrond bekend voorkomt, dan klopt. Dit is van Blender en dat is mijn meest favoriete toffe programma die er maar is. Hele vette realistische dingen maken. Met realistische schaduwen en lichten, zo renderen en zo. Die je eigen 3D animatiefilm maken. Hoe dan ook, daar komen je screenshotjes vandaan. Um Selectie deelvenster, dames en heren, dan moet je dus wel op een afbeelding staan. En dan heb je hierboven vormindeling. Als ik op vormindeling klik, dan heb je hier selectie deelvenster. En dan krijg ik hier dus die selectie deelvenster. En wat is dat nou eigenlijk? Hier zie je eigenlijk alles terug wat er in de afbeelding staat. Dus hier uh, heb je een lijstje. En een lijstje is van alle plaatjes en tekstvakken die je in jouw document hebt staan. En die kan je uitzetten met een uh, oogje. Daar aan uitzetten en voor een groep. Gaat in een keertje aan en uit. Ze zijn niet weg, maar je geeft het wel of niet uh, weer. Nou, wat ook kan, je kan ze ook een naam geven. Dus ik heb hier bijvoorbeeld uh, logo en ik dubbel klik ik en dan verander ik dat naar logo. En dan hebben we hier, uh, dit is bewijzen van uh, wireframe. En dit is dan uh, de groep. En de naam van de, de, de groepen uh, kan ik ook uh, veranderen. Groep met pijltjes. Pijltjes. En dat is allemaal prima. Wat ik wel een beetje ruzie mee heb, als ik hier bewijs van pijltje 3 van wil maken. Pijltje 3. Dan is het nu nog pijltje 3. Op het moment dat ik ergens anders klik, gaat hij weer terug. Dus nou, misschien is dat een wonkie iets in Word. <laughs> I don't know. Wat ook heel handig is, zeg maar. Je ziet dat het logo nu uh, boven alles uh, staat. En dat komt omdat hij ook uh, bo bovenaan wordt weergegeven. Je kan hier altijd de rechte muisknop op klikken. En dan kan je zeggen hier naar achtergrond. En wat er dan gebeurt, is dat hij dus dat logo naar de onderkant van het lijstje verplaatst. Je kan het hier ook binnen, uh, heel makkelijk met die selectie deelvenster, ook gewoon klikken en slepen. Ik kan hem ook gewoon. Hier tussen zetten, dan komt hij hier dus tussen in te staan. Of ik kan hem weer helemaal bovenin zetten en dan zet ik hem daar neer. Zo'n groep kan je ook makkelijk in en uitklappen. En uh, ja, dus bij selectie deelvenster, het lijkt bijna een klein beetje op uh, het paneel van lagen wat je zou verwachten, wat je weet uit Photoshop of Pixlr of uh, Gimp of zo. Maar het, uh, het is nog best wel handig. Vooral als je iets wil selecteren waar je net niet zo goed bij kan. Dan kun je dus gewoon hierop klikken en dan heb je dus het wireframe geselecteerd. En soms dan heb je heel veel in je document staan. Dan wil je ergens op klikken en dan selecteer ik net niet het goede. Nou, dan kun je dus hier gewoon op klikken en hop, dan heb je die geselecteerd. En dan heb je daar, kan je daar gelijk bij en mee aan de knutsel. Dus, dames en heren, selectie deelvenster. Heel erg handig. En die heb ik ook heel veel gebruikt in mijn blenderboek. Dit is mijn blenderboek, dames en heren. 165 pagina's. Gemaakt gewoon in Word met automatische inhoudsopgave en uh, nou ja, de, de hele interessante Wat je kan verwachten. Ook met de knop. Als ik daarop klik, dan gaat hij altijd weer direct terug naar het begin. Um en als ik hier bijvoorbeeld op deze pagina sta en ik ga dan op een afbeelding heb ik even geselecteerd: afbeeldingsindeling. Ga ik hier naar selectie deelvenster? En dan zie je dus hier alle afbeeldingen die op deze pagina staan. En dan kan ik dat dus veel, kan ik veel makkelijker selecteren. En eventjes wel of niet weergeven. En op die manier werken met die selectie deelvenster. Nee, ik heb niet ze allemaal namen gegeven. Dat zou echt veel te veel werk zijn. Maar selectie deelvenster, pakken we er maar eens even bij.